Het is 5 december en op de kalender staat SVZ2 tegen FC Urk. En natuurlijk Sinterklaasavond. Veel geblesseerden. Michiel van Keulen, Michael Wensink en onze topscorer Dennis Sebas. Dus het was een puzzeluurtje voor trainer Assink. En de ogen zijn natuurlijk dan gericht op Ruud ter Heide. Kan hij SVZ2 drie punten geven? Speelt hij dan de Sinterklaas die SVZ2 aan een overwinning helpt? Scheidsrechter Smit heeft dan gefloten voor een winderige wedstrijd. Want het waaide best op het sportpark in Wierden. Frank Ulderink kan de man voorbij, maar wordt dan even opgevangen. En dan is het een vrije trap voor SVZ2. Wie meldt zich, dat is Kevin Amman. Kevin Amman, de bal zie al iets wegrollen. En dat resulteert dan ook in een bal ver langs het doel. Dan is het de beurt aan SV Urk. SV Urk moet ik dan zeggen. Kan de bal niet brengen naar het doel van onze keeper Nijsink. En dan is het Swiers die kan uitverdedigen. De bal roeit hij naar voren toe. Komt met een beetje geluk bij Ruud ter Heide. Dan Rob Altink. Rob Altink ziet dan de vertrekkende Amman. Amman kijkt voor zich uit. Schiet op de goal. En het is. Oh, was bijna een lop over keeper Koffermans. Goed gezien Kevin Amman. Helaas ging deze niet erin, want dan was het een wereldgoal geweest. Dan hadden we fijn kunnen terugkijken op Facebook. Maar dan is het de beurt aan een Urk. Maar ja, dat is een makkelijk balletje voor Björn Nijsink. Weer Urk in de aanval. Kan hij de bal voorzetten. Dan is het weer keeper Nijsink die bal uit de lucht plukt. Massé van onze goalie. En dan een onderschepping op het middenveld door SVZ2. En dat is Kevin Amman. Kevin Amman, kom op jongens, dan speelt die keeper. Hij probeert het met een lop over de keeper heen. Inderdaad, maar ook over de goal heen. Ik weet wel wat Kevin Amman op zijn verlangenlijstje heeft staan. Dat is een doosje met een heel klein beetje geluk. En dan met een klein beetje geluk, joh, dan krijg je echt die bal er wel in. Hier krijgt hij trouwens een prima optater. Of een prima optater, een optater van de speler van Urk. Dan kleunt John Lubbers er ook even in. En dan fluit hij eindelijk voor een vrije trap. Voor SVZ2 en dan wordt het even wat een beetje ruzie gemaakt. Zo staan de spelers allemaal weer op scherp. Want het was voor de tweede helft best wel nodig. Want de eerste helft was niet echt om aan te zien. De hele bakken leidt nog eens een beetje na. Maar Erik Assen kijkt het een beetje aan en die zegt van er mag wel wat voor een strijd worden geleverd. En dan is het weer een verre ingooi voor Urk. En dan is het Björn Nijsink. Björn Nijsink, prima redding jongen. Dat SVZ2 had behoorlijk wat last van die verre ingooi. En dan komt Maarten Jansen in het veld. Frank Ulderink gaat er dan uit. En dan proberen we er meer wat aanvallend vermogen te brengen in de voorhoede van SVZ2. Hier Carlo Borghuis. Prima op de bal onderschept. En dan kijkt hij in de rond. Dan is het Kevin Amman. Kevin Amman kan dan niet de bal voorzetten. Jazeker kan hij de bal voorzetten. En dan is het Jabierzet. Ja, Maarten Jansen. Oh, jammer. Maarten Jansen net in het veld. En dan een prachtige doelpoging van deze jonge talent van SVZ2. En dan wordt er hier nog bakkeleid om een corner. Of een corner om een penalty. Maar het was helemaal geen penalty. De eerste fout werd gemaakt door een speler van Urk. Dat is weer Urk die de aanval probeert. Kijken of ze richting de goal van Björn Nijsink komen. Oh, prachtige omhaal. Maar gaat over. Goed geprobeerd van SV Urk. Björn Nijsink met een verre bal op Ruud ter Heide. Nee, ja, is Ruud ter Heide. En dan maakt er een vuurpijl van. En dan is er een overtreding gegaan. Scheidsrechter fluit dan even af. Carlo Borghuis werd daar even getorpedeerd. Scheidsrechterbal. Wordt er dan sportief op gereageerd? Nee, er wordt helemaal niet sportief op gereageerd. Sonnubber zet zijn lichaam erin. Iedereen claimt er nou een penalty. Scheidsrechter kijkt er een keer naar. Wordt behoorlijk toneel gespeeld. En zo is er weer een klein opstootje tijdens de wedstrijd SVZ2 tegen Urk. De gemoederen zijn dan gesust en dan is het Swiers met een hele verre bal naar voren toe. Dus Dunning kan heel eenvoudig koppen. Oh nee, hij kan helemaal niet eenvoudig koppen. Ja, we kunnen eenvoudig koppen, maar de keeper was er ook uit. Oh, Kofferman komt eruit en Ruud ter Heide pakt zijn kans. Ruud ter Heide scoort de 1-0 voor SVZ2 in de dying seconds van de wedstrijd. Hier nog een keer, prachtige lange bal. Dunning denkt even terug te kopen op de keeper, maar de keeper die had heel wat anders in gedachten. En dan is het Ruud ter Heide. Makkelijk doelpunt, maar wel een belangrijk doelpunt. Op het eind van de wedstrijd maakt hij 1-0 voor SVZ2. En natuurlijk proberen we dan de bal, of die drie punten ook te houden. Dries Buijmer komt er nog in bij SVZ2, ten gunste van Joshua ter Avest. En dan kunnen we de wedstrijd volspelen. En dan scheidsrechter
fluit de scheidsrechter, moet ik natuurlijk zeggen, af. En dan is het 1-0 voor SSZW en gaat Ruud de Heijden het veld verlaten als matchwinner van deze wedstrijd tegen Urk. We zien u graag weer terug bij SVZW TV. Deze wedstrijd op tweede naam.